Hallo allemaal en wat super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Star Stable video. Ik heb daarnet mijn eerste video opgenomen en nu gaan we verder met deel 2. Ik ben nog steeds op dezelfde plek waar ik net stond. Ondertussen is Zoe Winterson aangekomen en deze mensen zijn nog steeds aan het ruzie maken. En ik vind het helemaal geweldig. Ik was dit aan het lezen toen ik aan het eten was. Want ja, ik heb net een lekker broodje gemaakt, wat gegeten. Deze jongens... Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. En ik ga ook zeker niet vertellen waar het allemaal over gaat. Want... Wat? Gaat het ook over Ali B? Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik haal die chat weg, want niemand hoeft dit te lezen. Als je hier in de buurt bent op dit moment. En je hebt meegedaan met deze discussie. Of nee, je bent in de buurt geweest met deze discussie. Laat het gaan, dit mens die sport gewoon niet. Anyways, Zoe Winterson, kijk, weet je, ik vind het gewoon even grappig om te kijken hoeveel paarden zij heeft. Ze doet natuurlijk wel altijd zoveel level 15. Ja, dat heb ik niet. Zoveel paarden, man. Respect. Kijk, wat ik ook altijd leuk vind om bij mensen te kijken hoe ze eruit zien. Of hoe hun reputatie eruit ziet. Jullie hebben mijn reputatie van Juliette Seablanket gezien in een video hiervoor. En deze reputatie staat echt nergens op. Voor mij. Er is echt praktisch niks. Maar dat komt omdat ik ook niet meer zo enthousiast bezig ben als dat ik was vroeger. Maar ik... Er staan dingen hier. Laten we het gebruiken. Lucas ligt nu op bed hier zo naar mij te kijken van wat ben je aan het praten en waar heb je het over? Dus het is maar de vraag hoe lang die stil blijft. Maar we gaan ons best doen om er een beetje een oké video van te maken. Niet te lang, dat zei ik je de vorige ook van vanmiddag. Maar weet je, daar gaat het niet over. Moet ik dat hier neerleggen? Oké. Ready? Als de toeristen de borden volgen. Het is natuurlijk altijd maar de vraag of ze dat ook serieus gaan doen. Want als ik een toerist ben, volg ik de bord nooit. Hé, hey, jij bent die Troela van de... Dinges. Hoi Molly. Leg daar maar neer alsjeblieft. Hele mooie dingen. Oh, krijgen we een nieuwe race misschien? Oké. Oké. Ja, dat weet ik. Spannend. Krijgen we een nieuwe race? Yay! Let's go. Ben benieuwd hoe lang die duurt ook vooral. Oh ja. Mooi. Oh. Jij kippie. Is mama spelletjes spelen? Hij is al 8 maanden, jongens. Dat is toch niet gezond? Nou ja, dat is zeker wel gezond. Maar kan dit tussendoor of niet? Nee. Oké, nou, dan doen we dat zo meteen gewoon nog een keer. Maar hij is al 8 maanden oud. Het gaat echt zo snel. Het is echt niet normaal gewoon. Hij zit al, hij wil al staan de hele tijd. Hij kan al een paar stapjes zetten. We proberen het niet te forceren, want hij moet nog een paar dingen leren ervoor. En hij kruipt nog niet. Dus dat wil ik het liefst ook, dat hij gewoon... Ik heb het liefst dat hij eerst gaat kruipen. Nou, is hij daar... Je kan het niet tegenhouden. Ik bedoel, een kind die ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Dus als hij eerst wil lopen en daarna pas gaat kruipen, ja, shit happens. Maar eerlijk, ik heb liever dat hij eerst gaat kruipen dan dat hij eerst gaat lopen. Gewoon om een beetje coördinatie te ontwikkelen terwijl hij veilig op de grond zit, zeg maar. Is beter, want ja, lopen, ik bedoel, hij is al wat hoger dan mijn salontafel, maar weet je. Ja, Kip. Ga je ook praten? Ga je ook YouTuber worden? Ja?
Ga je ook YouTuber worden? Hé? Ja. Over een paar jaar speelt hij dit. Oké, we gaan zo meteen terug naar Ed. We gaan eerst verder. Dit is vast een plant. Ja. Ik ben al de hele dag planten aan het verzamelen. Vooral mos. Mos vind ik de hele tijd. En ik had vorige tijd net ook iets van... God mag weten wat het was. Maar ja, dat dus. Hij ligt nu op bed. Dus hij zit echt naar me te kijken van wat doe je. Hij kan ook niet zelfstandig rechtop zitten. Dus volgens mij gaat hij zo meteen gillen van ik wil omhoog. Het mooie is, als ik hem dan rechtop zet, dan gaat hij met zijn voeten gaat hij afzetten en dan wil hij gaan staan. Talloze eekhoorns, paddenstoelen en... Oh. Dus dan gaan we nu weer... Ja. Even hierheen. Camille. Oh. Hoi. Ik sta in je. Ik loop. Jongens. Pleurisding. Ja. Ugh. Foto's maken. Daar heeft de mens ook geen zin in. Ze heeft een visbeet. Waarom heeft ze een visbeet? Ze is wel knapper dan vroeger. Volgens mij is ze ook jonger. Of lijkt het maar zo. Hallo, hoeveel foto's moeten we maken? We hoeven nu in ieder geval niet af te stappen. Zoals vroeger altijd de case was. Het was echt hatelijk. Dan moest je altijd afstappen als je ergens een foto van wilde maken. Dat zie je nu eigenlijk nog als je eventueel opnieuw zou beginnen. Of net starrijder bent en een jong level. En je moet overal foto's van maken. Dan merk je dat wel. Dan moet je afstappen om de foto's te maken. En dat is zo irritant. Moeten we nou echt van al die plekken foto's maken? Ik heb daar namelijk niet op gelet. Ja, we moeten van alles foto's maken. Leuk. Maar ja, weer. Oké, ik neem... Oh. Ik neem aan dat ik naar die foto's naar Ed moet, want ik zie geen... Moet ik naar Ed? Waar ben ik? Ik ga weer de verkeerde kant op. Ik ga de hele tijd de verkeerde kant op hier. Dat kon vorige keer ook. Vanochtend. Shoobidoo, ik moet hierheen. Het is echt lastig dit. Lucas doet ondertussen mee met praten. Hé, hey, kippie. Ben je met je voetjes aan het spelen, schat? Ben je met je voetjes spelen? Ja, ik zie het wel. Ja, lekker druk hier nog steeds. Zoiets zal er nog wel zijn, of niet? Even kijken. Ik kom ook zeker niet overnachten, Ed. Oh, ik drukte met Anna. Ik drukte op Anna. Sorry, Anna. Oké, vraag of ze hier... Nee, dat was niet de bedoeling. Oh, daar komt ze, daar komt ze. Moet ik in de buurt blijven of moet ik erbij gaan staan? Dat mens staat er nog steeds. Leuk. Oké. Dat de eerste keer niet lukte betekent niet dat het een hele verkeerd idee was. Waarom geef je de zaden informatie niet aan mevrouw Pike? Je kan toch zelf gaan? Ja, ik heb hier foto's. Oké. Oh ja, wat een enge. Kijk dan. Afhankelijk waar je van houdt. Het uitzicht vanaf de heuvel is adembenemend. Niet ontspant meer dan het geluid van water. In het bos lijkt het alsof je een andere wereld bent. Nee, water. Graag gedaan.
Dankzij mijn zakelijke instinct en jouw hulpvaardigheid. Ja, goos. Dus we weten waar ze naartoe gaan, moeten ze ook wat lekkers te eten hebben. Haal een picknickmand bij de kraam op de heuvel achter de... Ik weet eerlijk gezegd niet wat mevrouw Pijk aan de situatie met de bedreigende plant kan doen. De plantkundige kan haar hooguit vertellen dat de plant bedreigd is. Pijk betekent snoek, dus je raadt het al, ze is een vissersvrouw, geen boerin. Ik denk niet dat het eerlijk is om aan te nemen dat ze de plant wil kweken als onderdeel van haar bedrijf, maar het is ook niet eerlijk voor mij om aannames te doen over wat ze op basis van haar naam zou doen. Ga dus met haar praten. Mijn naam suggereert ook dat ik een boer ben en geen succesvolle eigenaar van een bedrijf en ondernemer. Jouw naam suggereert trouwens dat je... Ach, laat maar. Ik kan beter geen tijd verkwisten aan suffen praten als ik eigenlijk moet nadenken over hoe ik mijn bedrijf kan laten groeien. Even verderop staat een meisje, ze zwaait, dat al een tijdje naar ons staat te kijken. Ik vermoed dat ze iets tegen je wil zeggen. Ja, Molly, ik wil niet met jou praten. Doei. Ik ga een picknickmand pakken. En daarna moeten we naar mevrouw... Oké, wat is dit? Mos. Nog meer mos. Heel veel mos. Als we ooit mos nodig hebben... Hier, kijk, hier ligt ook wat. Oh, maar dit is die picknickmand, of niet? Je moet een briefje van Ed omruilen voor een picknickmand. Oké, hier. Het briefje van... Wat? Ik neem aan dat ik het gedaan heb dan. Of niet? Ik weet het niet. Bam, bam, bam. La 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 la. Graag gedaan, Goos. Bedankt voor je worst. Zijn ze nou nog steeds bezig? Wat? Deze... Deze jongen, man. Deze jongens. Ga gewoon weg. Ze zit al de hele tijd te zeggen van... Jullie zijn kinderachtig dat je op haar wacht. En dan gaat ze hier zelf 6 jaar blijven staan. Wat? Oh, wat leuk. Ja, schat. Zo meteen maar even met hem spelen. Bijna klaar als het goed is. Hoop ik. Ik weet trouwens niet wat de mensen aan mij vroeg, maar... Ik ga er niet overheen springen, joh. Het is gewoon een heel... Ik moet er toch niet helemaal omheen, hè? Want dan word ik echt helemaal gek. Er zijn wel heel veel dingen op de weg ineens. Wat is dit? Oh. We gaan eraan. In ieder geval, Zoe, als je dit kijkt, trek het je niet aan, want dit mens, die sport echt niet. Ik ga er niet meer over praten en ik ga... Ja, weet je, het is niet aardig dat ik zeg dat ze niet sport, maar eerlijk, dan gaat iets niet goed daar. Maar ik... We gaan het er niet meer over hebben, jongens. Daar gaan we het niet over hebben. Raar... Raar gedoe allemaal, joh. Het is trouwens erg rustig. Ik had eigenlijk wel verwacht dat je de hele strook met mensen zou gaan zien vliegen hier. Maar misschien doet ze niet alle missies. Alsjeblieft. Het is goed dat herbergt wolfsuus en bezoekt voor het milieu. We zijn trots op wat we doen en moeten goed zorgen voor de natuur die ons zoveel geeft. De zaden niet nodig. Ik heb geen bloempotten en ook geen groene veers. Het is wel een wonder dat onze rozen hier gezond zijn en groeien. Misschien moet je ze maar teruggeven aan moeder natuur. Ze verspreiden in het bos. Wilde mijn gast dat ik deze zaden kreeg? Het spijt me, maar ik kan er echt niks mee. Als je bang bent dat de gast teleurgesteld is als je de waarheid vertelt wat hier gebeurd is. Soms helpt een leugentje om best wil, maar dat moet je zelf maar beslissen. Neem gerust de tijd. Heb je al een besluit genomen? Als je de zaden wilt, niet gerond, springt, vanzelf terugrijdt. Ja, schat.
Ben jij aan het klagen? Ben jij aan het klagen? Dit is geloof ik de eerste keer dat jullie Lucas horen. Gezellig. Ja toch? Hij doet gezellig mee met mama. Hij zit er nu nog rustig bij. Hij zal zo meteen wel gaan schreeuwen, denk ik. Maar het is ook bijna etenstijd. Dus ik denk dat... Ja, het is warm, hè. Het is echt warm. Hij zweet ook heel veel. Hij heeft zijn vaders lichaamstemperatuur. En dat is standje crematie. Dus hij is echt gewoon heet. Oké, okay, daar is ze. Zoe Winterson. Ik moet zeggen, een aantal jaar terug, volgens mij toen ik net begon met YouTube, drie jaar geleden. Ik weet het allemaal niet meer, joh, hoe lang ik er al video's online zet. Maar toen ik begon met YouTube, daarvoor, nou, ik had op het moment had ik geen werk, dus ik was werkloos een tijdje. En ik verveelde me dood, zeg maar. Dus toen heb ik... Toen zat ik Star Stable te spelen, gewoon zo op een rustig dagje, lekker spelen. En op een gegeven moment zie ik één hele grote menigte. En ik denk van, wat? Wat gebeurt hier? Dat was dan niet Zoe, dat was, of niet Daphne, dat was Fenna van Hoefwijzer. Die was toen live. Het was echt één gigantische, echt helemaal gigantisch was dat. En ik weet nog niet of ik heb gelogen of niet, maar anyways, ik was toen ja, kippie. Hij zit daar helemaal suffig bij ook. Maar ja, dus er was een hele menigte en Fenna was live. En op dat moment ging ik er opzoeken, want ik denk wat gebeurt hier? En dat zag ik dus. En dat vond ik wel leuk. En op een gegeven moment ging je dan verder kijken. En toen kwam ik bij Daphne Draaf door. Of Zoe Winterson toenertijd. En toen dacht ik van... Ja, weet je, ik heb eigenlijk ook alles op mijn computer om filmpjes op te nemen. Was dat hem? Volgens mij was dat alles. Toen dacht ik, ik heb ook alles op mijn computer om filmpjes op te nemen. En ja... Dat leek me ook echt leuk, oprecht. En weet je, ik had geen werk. Dus why not? Gewoon go for it, weet je. Dus eigenlijk sindsdien ben ik... Hoe heb je dat nou weer gedaan? Ik had hem recht opgezet. En hij ligt nu op zijn buik. Superleuk. Hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat? Gekkie. Dus ja, het leek mij leuk om te doen. Ik moet dit ook echt opruimen. Ik heb volgens mij ook echt zwaar ADHD, jongens. Dus dat leek mij leuk om te doen. En toen, ja, ben ik eigenlijk begonnen met YouTube. Ik had al eerder, vroeger wilde ik het ook altijd doen. Toen had ik al... filmpjes van Delicious en zo op internet gezet. En kleine fragmentjes van spelletjes. En dat werd toen ook heel goed bekeken. Alleen toen heb ik eigenlijk... ik ga even weg hier, jongens. Want het is een beetje druk. Maar ik ben er nooit mee doorgegaan. Want ja... Het leek mij niet echt... Op dat moment was ik gewoon jong. En vond ik grappig. En... Dus ja, en nu ben ik eigenlijk al een paar jaar bezig en heb ik ook echt veel abonnees. Ik vind het veel. Kijk, het is geen... nu ligt hij weer op zijn rug. Het is geen Zoe Winterson of Fenna of Stephanie Darkson, maar... Ja, ik vind 135 nog oprecht vrij veel. Dus iedereen super bedankt dat jullie op mij geabonneerd zijn en... Weet je, soms upload ik niet zo vaak. Ik doe mijn best. Maar jullie hadden het door. Daarnet kon het heel makkelijk allemaal zonder interrupties. Want toen sliep mijn kleine heer. En nu is mijn kleine heer achtergrondgeluid aan het produceren. Weer kippie.
Dus het is gewoon lastig. Vorig jaar werkte ik veel te veel, was ik zwanger en was ik moe. En nu werk ik eigenlijk vrij weinig, maar is de baby er. En dat is meer als een fulltime baan. Anyways, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Ook als je het geen leuke video vond. En tot ziens.